Gas naar voren, klein stukje naar links en dan nog verder naar voren. Dan komt hij naar de landingsbaan. Internetverbindingen, waardoor schepen, mannen op de grond, tanks, helikopters, iedereen met elkaar kan praten. En die F-35 vliegen dus eigenlijk, men zegt wel eens, het oog van God is op het strijdgebied. Ik vind dat ietsje gechargeerd. Ja, dat is wel voorlopig, maar ik heb het niet. Dat is ook wat moderne hoorn. De wapens, want dat is waar. Oh, enorm veel geesttrekkend. Pas op met het vliegtuig weegt zo'n daar dwars door de bergen heen rachen. En jij daar. Op die al. Robert van de Dierendos. De F-18's. Vlak voor je langs ziet komen. Een vuile. Dankjewel, F-18 te horen.
veilig gaat. Natuurlijk ook de politiemensen en ja, al die technici die gezorgd hebben dat die vliegtuigen het vandaag in ieder geval allemaal hebben gedaan. 4000 kleurs en vrijwilligers en externen hebben meegeholpen om dit feest te realiseren. Terwijl de F-18C van de Zwitserse luchtmacht op de baan gaat staan. De toren ondertussen vertelt tegen de katholieken.